Carlain TV nieuws van vrijdag 19 juni met vandaag onder andere. Zij daar niet meer. Wordt hard gewerkt aan het nieuwe parkeerterrein aan het Bolkenplein in Vechel. Wegverhardingen en muurtjes zijn inmiddels verdwenen. En het plein is nu één grote zandvlakte. Het oude busstation maakt plaats voor 65 permanente parkeerplaatsen. Rond de schoolvakantie moet het karwei geklaard zijn. Leerlingen van groep 5 van de Palster waren dinsdagmorgen te gast op het Udus College. Daar mochten zij gebruik maken van de keukens om gerechten te bereiden. Leerlingen uit de tweede en derde klas van het Udus College hielpen de groepjes met kinderen bij het maken van verschillende gerechten. Op de basisschool wordt uitsluitend binnen de thema's lesgegeven. Het thema dat nu centraal staat in groep 5 is voeding. Theater De Blauwe Kei krijgt 15.000 euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor de organisatie van het Nationaal Theaterweekend 2016. Eind april maakte De Blauwe Kei bekend met vier voorstellingen deel te nemen aan het Nationaal Theaterweekend. Dat plaatsvindt van vrijdag 15 tot en met zondag 17 januari 2016. Het theater had een aanvraag voor een bijdrage van 15.000 euro ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor de organisatie van dit weekend. En dit bedrag werd afgelopen week officieel toegekend door het fonds. 42 eerstejaarsstudenten zorg en welzijn van ROC De Lijngraaf sluiten maandag 22 juni hun stageperiode van drie maanden af bij De Watersteeg. Zij overhandigden dan aan 12 bewoners hun levensboek die zij in die periode samen met hen maakten. In het levensboek worden belangrijke momenten uit iemands leven opgetekend en wordt gebruikt om herinneringen op te halen. In en om de kern van Zijtaart wordt traditioneel op vaderdag zijtaart biedmeer gehouden. Zeitaard-Biedmeer is de gezelligste braderie in de regio. We hebben dit jaar de loopingfiets, hebben wij. die komt dit jaar. Dat is een hele hoge fiets, kunnen ze in en dan kunnen ze allemaal rondjes fietsen, worden goed vastgezet. Waar wij goed in zijn, is dat uh, voor de kinderen alles gratis is. We hebben een kinderboerderij, we hebben uh, springkussens en eenmaal binnen is voor die kinderen alles vrij. Vrij parkeren hebben we. We doen dit jaar uh, zoals gewoonlijk uh, de openluchtmis. Uh, we hebben de oldtimers, komen weer uh, de tractoren, de brommers, de auto's we worden ook allemaal gezegend door de pastoor. Uh, dan gaat de braderie is dan ook meteen open. Tijdens zijtaart niet meer gaat er een luchtballon de lucht in met vier prijswinnaars van de loterij. Klopt, als het goed weer is en zo ziet het er toch wel naar uit, dan hebben we de, op de dag zelf gaat er een ballon de lucht in met vier prijswinnaars. Ja, dat waren prijswinnaars van de loterij. Ja. Zijn de mensen al bekend? De mensen zijn bekend, alle vier. En dat is uh, zeldzaam. Dit jaar is alles bekend al. Ja. Allemaal zijtaartsen? Allemaal zijtaartsen. Ja, dat vinden wij wel leuk. Ook voor, uh, alle verenigingen doen hier altijd goed mee. Zij als mensen zijn altijd uh, eh, vrijwillig goed bezig. Uh, we vragen ook veel. Hè? We uh, parkeren. Uh, wij zijn de vrijdag al bezig met, met de voorbereidingen. Nou, dat kunnen ze al niet op het plein. Uh, en iedereen werkt mee. Dat is geweldig hier. Ja. En nou het weer nog. Nou het weer, we duimen. Ja, Maria Capella even bidden en dan uh, komt het goed. En zijt uit Biedmeer wordt gehouden op zondag 21 juni. Tot slot het weekend weer. De zon maakt ruimte voor wolken en regen. Zaterdag is het bewolkt, zondag is er kans op regen. Na het weekend houdt het wisselvallige weer aan. En tot zover het Scarline TV-nieuws van vrijdag 19 juni. Zometeen kunt u kijken naar de herhaling van Reactor. En zaterdagavond om 7 uur dan zijn we er weer met het weekoverzicht. Een fijne dag nog.